Stefan, wij ruilen van niks naar een miljoen. Ja. En dat is eigenlijk is dat de Amerikaanse droom. En het leuke is, wij kunnen nu naar Amerika met ons project. Want we hebben een aanbod uit Amerika. Een aanbod uit Amerika? Ja. En wat is het dan? Het is een huis. Een huis in Dayton, Ohio. Heb je daar wel eens van gehoord? Nee, maar we hebben toch een huis? Ja, we hebben een zespersoons appartement in het Beierense Woud, wat echt fantastisch is. Ja. Maar ja, dit is een vrijstaand huis. Het is dit huis. Dit zijn de buren. Die zitten buiten op de porch. En kijk, en die buurman die heeft een Cadillac. Dus dit is al de Amerikaanse droom. Cool. En dat willen ze gewoon ruilen? En dat willen ze ruilen. De makelaar heeft een YouTube-filmpje opgestuurd. Ja. Zodat we eigenlijk ook binnen kunnen kijken zonder dat we er gelijk helemaal heen hoeven. Wat veel aan gebeuren alweer? Nou, het is een vervallen staat. Het is ook niet meer bewoond, zie je dat? Maar ja, het is wel echt een huis, Stefan. Het is groot, ja. Hoeveel kamers zijn er? Ik heb geen idee. Er wil een tuinman komen. Ja, het is wel verwaarloosd. Pretty quiet over here. Ja, de vraag is, in wat voor buurt staat het huis? Als dat huis in een goede buurt staat, dan zeg ik, laten we ruilen. Misschien kent een van onze kijkers die buurt. Ja. Hoe heet die straat? Grand Ave Dayton. Hier, dit is het adres.